Klappen uitdelen aan Rico Verhoeven. Een sprintje trekken tegen Femke Bol of een rondje racen met Max Verstappen, waarom zou een weldenkend mens daar überhaupt nog aan beginnen? Met de Tesla Model 3 is het niet anders. De EV rijdt goed, hij is retefficiënt en zijn prijs is niet te kloppen. En dan hebben de Amerikanen de elektrische auto recentelijk ook nog een grondige opfrisbeurt gegeven. Ja, wat heeft een vergelijkingstest dan nog voorzien? Ja, je kan wel merken dat Frank totaal geen sportliefhebber is. Want dan weet je, elke kampioen wordt een keer verslagen. Er staat altijd wel iemand op die nog beter is. En dat weet Elon Musk ook. En hij weet ook uit welke hoek de wind dan waait. Namelijk uit China. Want daar komt de ene naar de andere concurrent voor Tesla vandaan. Bijvoorbeeld deze BYD Seal. En dus maken wij wel degelijk een vergelijkingstest om te kijken of deze EV dan eindelijk die Model 3 op de knieën kan krijgen. Wanneer jullie deze video bekijken, is het hopelijk lente in Nederland. Maar voor ons op dit moment is dat nog heel ver weg. Het is traditioneel Hollands weer. Ja, zeker. Maar we kunnen toch ons werk doen en we hebben daar een hele leuke plek voor gevonden. Ik ja. zou bijna willen zeggen, we zitten in een soort tijdscapsule. Ja, ja we zitten hier in het Noord-Hollandse plaatsje Winkel. En we zitten ook in een winkel, we zitten in een autowinkel van weleer. Kijk even om je heen, kijk eens. Heen. Dit werd hier vroeger gewoon voor het echt hier verkocht, verkocht. Daar zou ik het eigenlijk, eigenlijk veel liever over willen hebben, over deze oude auto, maar dat doen we een andere keer wel. Spoiler alert: is dit uh, Wissen? <laughs> zeg maar, uh, jij denkt dus dat Musk de grootste dreiging voelt uit China. Ik vind dat raar, want hij maakt daar zelf notabene auto's. Ja, maar Musk is natuurlijk een, uh, een listige gast. Die uh, gaat daar zitten omdat het daar goedkoop is om auto's te bouwen. Maar wat doet hij nou? Hij doet ook gelijktijdig stelselmatig steeds de prijzen verlagen van zijn producten, zodat die Chinezen niet allemaal als een gek hier Europa komen binnenwandelen in Amerika. Want we uh, eens even kijken, wat betaalde u oorspronkelijk voor zo'n Model 3? Voor 2023 ja? bedoel je? Ja? 52 miljoen? Ja, dat bedoel ik. En wat gebeurde er vorig jaar? Toen, toen ging maar liefst twee keer de prijs naar beneden. Eerst van 52 naar 45.000 euro. 7000 euro, hè? dat is veel, hè. En toen ook nog van 45 naar 42.000. Ja. Nou is het wel zo dat deze vernieuwde Model 3 een tandje duurder is geworden. Op het moment dat we deze video opnemen, hè, want daar moet je met Tesla <laughs> natuurlijk altijd even rekening mee houden, heeft hij een vanaf prijs van 43.990 euro. Ja, maar kijk je deze video nou pas over een jaar, dan denk je waarschijnlijk, die, wat een geld, 43, <laughs> dat is inmiddels de helft. Dat zou ja, zo kunnen ja. natuurlijk. Maar goed, uh, maar voor die 43.990 euro uh, krijg je dus, uh, een auto die uh, uh, hetzelfde is geprijsd als de Model Y. Die Model Y die moet nog gefacelift worden. Dat is bij deze Model 3 al gebeurd. Maar wat is nou precies veranderd? Vertel eens. Even. Nou, een aantal zaken kun je natuurlijk zelf zien, want de Model 3 heeft een nieuw front... en voortaan staat op de achterklep de merknaam Tesla uitgeschreven. Dus zo kun je hem op straat herkennen. Maar veel interessanter zijn de aanpassingen die je niet ziet. Bijvoorbeeld een verbeterd onderstel. Een hoogwaardiger interieur, van oudsher altijd een pijnpunt bij de Amerikanen. En, geloof het of niet, een verbeterde stroomlijn, zodat hij nog zuiniger zou moeten omspringen met zijn energie. Maar wat is er dan anders aan dat interieur? Want er zit toch niks in is zo'n auto? <laughs> ja, daar nou, inmiddels dus wel. Er zitten zachte bekledingsmaterialen in. Een dat Een extra nodig, aanraakscherm voor de achterpassagiers. Oh. En sfeerverlichting. Jazeker, kijk eens aan. Nou, dat is me nogal wat zeg. Maar, <laughs> uh, maar uh, volgens mij is er ook een nieuwe type naam. Hè? Want ik hoor af en toe de naam Highland voorbij komen. Ja, dat wil Tesla ontkennen, nog bevestigen. Dus dat zou weer iets typisch Muskiaans kunnen zijn. Highland is de naam van de fabriek waar Henry Ford ooit is begonnen met de. Ja, de traditionele productielijn, ja, de zeg maar. band, ja. Dus dat zou een jab kunnen zijn van, uh, kijk eens even wat uh, tegenwoordig de best verkochte auto is, met t ja. ford <laughs> Maar we weten van Musk natuurlijk ook dat hij dol is op Hollywood. Hij heeft uh, de Model X ooit vleugeldeuren gegeven, omdat dat heel erg science fiction ja. aandeed. Uh, Highland zou ook kunnen slaan op die film van die Schotse hooglander die je maar niet dood wil, de Highlander. Met als slogan, there can be only one. Ja, dat klinkt wel heel Muskiaans, hè? Um, maar goed, even helemaal terug op aarde met al je science fiction. Mag ik jullie voorstellen aan? De BYD-Seal. BYD staat voor Build Your Dreams. En hoewel uh, het merk in Nederland pas twee jaar actief is. Is het uiteindelijk wel een gigantisch concern? Hè? Het is volgens mij zijn ze ook uitgeroepen onlangs tot de grootste uh, producent van elektrische auto's ter wereld. Ja, de, de, ja. zo lust ik ook nog een. Want de best verkochte elektrische auto ter wereld is de Model Y. Ja, we betekenen only B1 be en dat is het. de BYD. Ja, <laughs> uh, in dit geval de BYD Seals hebben overigens ondanks dat ze pas twee jaar hier zijn zes. Modellen in de showroom staan, dus er uh, valt wel wat te kiezen. En deze BYD-Seal, die moet echt rechtstreeks concurrentie bieden aan jouw Model 3, zowel in vermogen als in vorm. Dat zijn allebei uh, sedans, hoewel je zou denken dat het hatchbacks zijn. We komen straks nog op terug. En prijs ook, hè. Uh, deze auto kost vanaf 45.490 euro. Ja, maar dat is nog altijd 2000 euro meer dan je voor de eenvoudigste Model 3 kwijt bent. Let wel. In allebei de gevallen geldt dat je dan een achterwiel aangedreven auto krijgt. In het geval van de Tesla heb je dan ook nog eens een kleinere batterij aan boord. Wij hebben natuurlijk twee volgeladen exemplaren meegekregen van de importeurs. Ja, want zo gaat het. Hè. Sterker nog, uh, we hebben zelfs de vierwiel aangedreven versies bij ons. En dat betekent uh, dat de BYD. ...goedkoper is het dan jouw autootje. Ja, hoeveel? Nou, 1000 nou, 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 euro. Deze kost 50.990 euro en de Model 3 zoals die hier staat, tenminste met vierwielaandrijving, kost 51.000 nou, euro. Nou, goed, goed. Ja, ja. Die Model 3 heeft inmiddels zo'n... Het kan alleen maar one. hè? Ja, 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 maar dat ding heeft zo'n ijzersterke reputatie. Ik verwacht niet dat je daar met 1000 euro prijsverschil ja. een deuk in gaat maken, nou, hoor. Nou ja, maar ik was nog niet helemaal klaar, hè? Want uh, je krijgt voor die 1000 euro ook wel een behoorlijke uitrusting. Ik heb Apple CarPlay, ik heb een head-up display. Ik kan stroom terugleveren vanuit de auto aan apparaten. Zolang er maar een stekker aan zit. Ja, daar, ja. ik heb meer vermogen. Uh, Pk's bedoel ik dan. Hè? Ik heb er, hou je vast, 530. Dat is echt veel. Jij 498. Ja, poe, dat is echt behelden. Dat is niet te doen. <laughs> ik heb een grotere batterij. Jij 78 kilowattuur, ik 84 kilowattuur. Uh, uh, zo kan ik nog wel even doorgaan. Uh, garantie bijvoorbeeld. Uh, op de hele auto, hè? die ganze wagen, 6 ja? jaar of 150.000 kilometer. En op de batterij zelfs 8 jaar. Dus. En hoe zit het bij jou dan hè? met je garantie? Ja, ja, de garantie ja. is natuurlijk wel dingetje ja, een Tesla. dingetje bij Tesla, namelijk vier jaar of 80.000 kilometer op de complete auto dan. Hè? Want op de batterijen krijg je wel een hele hoop garantie, namelijk in het geval van de long range. 8 jaar of 192.000 kilometer, zal je aan detail. Ga je voor het instappertje, dan krijg je 160.000 kilometer op de aanwezige accucellen. Dan zul je misschien denken, wat een raar krom getal die 192.000. Maar dat heeft er alles mee te maken dat het natuurlijk Amerikanen zijn. Het is omgerekend van mijlen naar kilometers. Het komt dus overeen met 120.000 mijl. Ja, oké. Okay. Maar dus uh, ik maak je toch een beetje uit op dat je ricootje verhoeven de touwen hangt. Hè? Toch wel. In elk geval tip je uit niet tegen ricootje verhoeven durven zeggen hoor. Want het is allemaal wel leuk dat jij nou een goede sier maakt met je extra vermogen, hè? je grotere batterij en je andere uitrusting. Want let op, de standaard uitrusting van de Model 3 is uiterst compleet. Als je de uh, grotere batterij en het extra vermogen even weglaat... ...dan is het verschil tussen de achterwiel aangedreven Model 3 en de vierwiel aangedreven Model 3... ...alleen een paar extra speakers en Alcantara bekleding op de deur. Voor deze rode lak moet je sowieso bijbetalen, een niet misselijke 2000 euro. Vandaar dat je zoveel witte Tesla's ja, maar onderweg ziet. Dat kan ik het ook als je hem gaat bijbetalen. Maar sorry, ja, ga verder. Maar Wisse, uh, ondertussen standaard ja. stoelverwarming rondom. En dat prachtige aanraakschermpje waar de kinderen gewoon filmpjes op kunnen kijken achterin. Heb jij dat op de BYD? Het is niet leverbaar op de BYD. Nee, hè? Nee. nee. En uh, stel nou dat er iets is met de BYD. Ja. Hey, je moet gebruik maken van die riante garantie. Daar ga je dan naartoe? <laughs> nou, <laughs> gewoon een uh, BYD-servicepunt. En hoeveel zijn daarvan? Vijf. Ja, en dan zul je misschien denken: wat maakt die buur daar nou een punt van? Dan kom je nooit met zo'n elektrische auto. Nou, dan heb ik een onaangename verrassing voor je. Want BYD schrijft voor dat je ieder jaar, of elke 20.000 kilometer, met de Siel naar de werkplaats komt. En dat kost je dan. 300 euro. Maar dat kost het mij al heel snel bij een auto. Hè? Dat zal best. Maar bij Tesla hoef je dat niet te betalen. Doe niet nou, dat, gra dat gratis? Nou dan? ja, je hoeft niet ieder jaar dat te betalen. Laat ik het daarop houden. Sowieso. Tesla heeft 13 servicecentra. Dat is ook nog niet dat je denkt: nou, nou want we hadden <laughs> laatst de EX-30 in de ja. test. En Volvo heeft. Uh, 82 dealerbedrijven. Ja. Ja. Maar het mooie is bij Tesla hoef je eigenlijk niet eens naar de garage, want ze hebben ook een mobiele uh, monteur. Dus die komt dan gewoon naar jou. Dat is Nou logiek, ja. horen wij natuurlijk wel verhalen over de Tesla service. Die schijnt niet altijd even best te zijn. We lezen graag uh, jullie ervaringen in de comments. Maar om nou te zeggen dat er iemand in de touwen hangt, nou nu nog niet, hoor, is hè? <laughs> Wat is hier lekker fel weer hè, vandaag, onze Buma. Heerlijk. Je lijkt wel zo'n fanboy, uh, zo'n Tesla-fanboy... die altijd onder onze video's reageert. Die hebben ook altijd van die enorme felle... Ik ben De... gewoon in een winning mood, Wisser. En dat blijf ik ook nog wel even, want heeft jouw ziel een frunk? Ja, tuurlijk heeft een machine een funk. Ja, tuurlijk heeft jouw ja. een frunk, maar dat is dan wel zo'n oldschool frunk. Zeg maar, voorheen lag natuurlijk voorin een brandstofmotor. En de, om daarbij te komen, moet je nog steeds dezelfde uh, uh, gebruiksaanwijzing toepassen. Namelijk, eerst in de auto die motorkap open, dan dat ding zelf open doen. En dan kom je nog een klepje tegen, voordat je je spullenpas kwijt kan. Dat bedoelde lekker fel. Ja, en die Tesla, die heeft gewoon een knopje, of in het interieur van de auto, of op de app die je bij de auto krijgt. Gewoon klik en hupsakee, je kan alles... Kwijt, ja, over alles sorry. kwijt kunnen gesproken. Hoe groot is de kofferbak van die shiel eigenlijk? Dat is een heerlijke 400 liter. Een heerlijke 400 ja. liter. Nou, onthoud dat, want de Model 3 weet raad met 594 liter. Oeh, dat is wel veel. Uh, is natuurlijk wel even een dingetje hoe je die spullen dan in de auto krijgt. Want jij haalt het al aan. Uh, als je naar de wagens kijkt, dan zou je denken... Nou, ik heb hier te maken met twee hatchbacks. Maar niets is minder waar. Het zijn sedans. En dat betekent dat je je spullen een soort van door een brievenbus naar binnen moet vrotten. Maar je hebt niet een appje of zo dat je dat nog... Nou, je kan die klep wel open doen. Maar het, uh, ja, uh, die spullen aan boord uh, is gewoon het edelhand. Denk, ja, nou, maar dan nou lijkt het net alsof die BYD Seal geen knip voor zijn neus waard is en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is gewoon ook een hartstikke goede auto. Neem nou bijvoorbeeld de achterbank, Buma. Want daarin zit je gewoon ruimer dan in jouw auto. Je hebt veel meer beenruimte. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat de wielbasis van de BYD Seal 5 centimeter langer is dan van die Model 3. Hoofdruimte, ook toppie-joppie, trouwens bij jou ook. Allebei glazen dak en allebei zit je toch gewoon goed achterin. Ja, ja. Jij ook met je 1 meter. Ja, 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 je bedoelt dat mijn kruin niet tegen het glas aanprikt. Ja, dat ja of dan of zit het ik... goed. Ja, of je echt goed zit. Want zowel de Bibardi als de Tesla leiden aan die elektrische autokwaal. dat je met opgetrokken knieën uh, op de achterbank moet plaatsnemen. En er komt nog eens bij dat de Bibardi een hele geprononceerde wielkuip heeft. Daar moet je steeds overheen bij het in- en uitstappen. En bij de Tesla kun je je voeten niet goed kwijt onder de stoel voor je. Zit je nou kritiek te leveren op, uh, op die tesla joh? Is en dat is dan alleen nog maar bij dit testonderdeel. Jij denkt dat ik een fanboy ben? Ja, heb ik nooit gezegd hoor. Dat kwam al eerder te sprake. Uh, voor minder geld koop je bij BYD een krachtiger auto dan bij Tesla. Jazeker. 530 pk en 670 nm aan koppel, beste vriend, krijg je bij deze BYD-seal. Ja, weten we dat wel zo zeker? Hoezo natuurlijk? Ze worden toch specificaties afgegeven van ja, de auto's? Door BYD, ja. ja. Maar Tesla houdt zijn lippen stijf op elkaar over de batterijinhoud... de laadsnelheid en het beschikbare vermogen. Dat het enige het andere merk dat ik ken dat dat doet, of eigenlijk deed, is Rolls-Royce. De en die zijn er al jaren geleden mee opgehouden. Dus wel een beetje vreemd. Ik vind het pedant zelfs. Maar, maar goed, als je kijkt naar ja. de getallen die het meeste de ronde doet, dan heb je gelijk. Want dan komt de Model 3, de long range althans, tot 498 pk en 493 Nm koppel. Daarmee is die ziel dus significant sneller. Maar als je nou iets wilt doen met dat Vermogen, bijvoorbeeld een aanhanger trekken, ja, dan kom je van een koude kermis thuis. Want vooralsnog kan de BYD niet overweg met een kerven. De Tesla wel, die heeft een trekgewicht van 1000 kilo. We zien trouwens dat die BYD zo snel is dat ze dat achterop de achterklep hebben gezet? Dat is echt waar. Daar staat 3,8 S. Ja, heel volwassen. Ja, de S van snel of seconde. Grappig hè? Maar goed, tot zover de specificaties. Hoe rijden deze auto's nou? Nou, die BYD Seal. Die rijdt als een heel volwassen auto, ondanks het feit dat het merk pas uh, bezig is in termen van autofabrikanten. Want sommigen zijn al 100 jaar bezig, ze zijn al lang niet. Rijdt gewoon goed. Hij heeft een uh, fijne besturing, vind ik, mooi direct. Uh, hij is stevig geveerd, maar zeker niet onprettig. Uh, kies je voor deze vierwielaangedreven versie. Dan heeft hij zelfs een adaptief onderstel. Dat wil zeggen dat de auto kijkt vooruit, ziet het wegdek en gaat zijn uh, vering daarop afstemmen. Hartstikke knap. Je kan het niet ook nog eens instellen. Dat kan bij sommige auto's ook, dat kan bij deze dan weer niet. Maar al met al best wel fijn. Niet feilloos, want het is wel zo dat uh, de achteras ja, die is een beetje aan de springende kant is. De stoelen zijn ook wat korter, de zittingen zijn wat korter. Dat is niet zo prettig. En als je remt, dan merk je dat die remmen toch wel best wel heel erg bijterig zijn. Wil jij zeggen, Missie, dat de Seal wel een opfrisbeurtje kan gebruiken? Want dat ja. heeft namelijk wonderen gedaan voor de Model 3. Voorheen had die auto een stoterig onderstel. Maar het verschil met de huidige uitvoering is echt als dag en nacht. Hè. De vering ja. en demping is rete comfortabel. De auto is gewoon ja. een stuk stiller dan voorheen. In ieder geval een stuk stiller dan de BYD. En ondanks zijn lagere vermogen voelt de Tesla toch kwieker aan. Nee, dat zit niet tussen mijn oren. De nieuwe Model 3 weegt namelijk 1828 kilogram, maar jouw ziel 2185 kg. Stuks in de weegschaal legt. Ja. Nou, voordat je me nu weer uit gaat maken voor een Tesla fanboy. De Model 3 is niet perfect. Want hoewel er een stengelset aan de stuurkolom van de BYD zit. die nog afkomstig is uit de tijd dat deze showroom in gebruik was. zou ik hem tien keer liever hebben. dan de rare knoppen op het stuur. waar Tesla zijn auto's tegenwoordig mee uitrust. Je moest daar al de ruitwissers bedienen. maar tegenwoordig dus ook je richtingaanwijzers. Ja, dat is fijn hè. Nee, dat is helemaal niet nou ja, fijn. Op een rotonde bijvoorbeeld, he. heerlijk. Ik, ik snap het nut ook niet. Ja, voor Tesla ja, want elk stengeltje minder scheelt die lui geld. Maar voor de eindgebruiker is het killing. Want ik zit elke keer als ik op een rotonde zit, toch even stiekem te kijken van, oh ja, nu uh, rechtsaf ja, of die zitten aan de andere kant en ondersteboven. Ja. En, ja, en dan is ja, het nog fijn. iets. Zoals een elektromotor maakt dat je uh, meer bewust bent van het bandengeruis of het windgeruis. Uh, heeft dat nieuwe, veel betere onderstel van de uh, Model 3 als gevolg dat je je veel meer bewust bent van de zitpositie? Die is namelijk een beetje gek. Ik heb er eens in het verleden gezegd dat een Tesla uh, stuurt en accelereert als een videospelletje. En in de nieuwe Model 3 is het bijna alsof je op zo'n imitatie kuipt met een pakstuurtje op je bureaublad onderweg bent. Want je zit al vrij hoog in die auto. Ik ben 1,93 meter. Ik toren echt boven dat interieur uit. En daar komt het nog eens bij dat je nauwelijks zijdelingse steun ervaart. In de BYD zit een traditionele interieur en blijf je veel beter op je plek. Nou, ik denk dat die fanboys inderdaad nu wel <laughs> de reden hebben om uh, lekker uh, te gaan zitten tikken. Kom ik op mijn kom wonen? Kom, kom. <laughs> Jij ja, zei aan het begin van de video al dat uh, de Model 3 heeft is en dat dat gevolgen heeft gehad voor de stroomlijn van de auto. Maar dan mag jij mij vertellen wat er dan veranderd is, want ik zie echt geen verschil. Ik zie andere koplampjes, oké, okay, andere achterlichtjes, maar ik zie helemaal geen andere vorm. Ja, ja, ik, ik kan je geen ongelijk geven. Dus ik pak het persbericht er even bij. Ik doe even een wisseltje. Even het aha, script. oké, okay, aan plein publiek. Moet ik wel de goede kant hebben. Ja. Uh, ik citeer, hè. Uh, want, ahem, scherpere carrosserielijnen en aerodynamisch geoptimaliseerde oppervlakken uh, verminderen de luchtweerstand en vergroten de actieradius. Wielen en banden zijn voor datzelfde doeleinde opnieuw ontworpen. Ja, einde citaat. Dat belooft dus wat, want Tesla's ja. staan bij ons te boek. Net als wat Koreaanse elektrische auto's, ja. als de zuinigste EV's die je kunt kopen. En me dunkt, want de fabrieksopgave van de Amerikanen luidt 14 kWh per 100 km voor het praktijkverbruik. Ja, dat is wel super zuinig. Ja. En dat doe je dan dus met 78 kWh aan accucellen. Ja. ja nou de BYD heeft, welk model je of welke uitvoering je ook kiest, altijd 84 kWh. Aan uh, accucellen. Uh, en ik zou op een lading stroom. een gemiddeld verbruik moeten hebben. volgens de folter van 18,2 kilowattuur. Nou, jullie weten het. Wij zijn dus weer op pad gegaan. voor onze verbruiksronde ja. van. Even het weerbericht. Van... Oh ja, eerst oh ja. <laughs> het weer. Nou, het, was, het, was, het was fijn weer. Het was droog. Het was windstil. en het was 7 graden. Dus nou, oh. anders dan nu, zeg maar. Ja, ja, ja. Redelijk aangename omstandigheden. om die verbruiksronde te rijden. Uh, je weet, dan gaan wij vanuit Den Haag hoofdkantoor van de AWB naar Vliegveld-Lelystad. Heen over de snelweg, terug binnendoor of andersom. In dit geval gingen we trouwens binnendoor heen. Uh, nou ja, en er komen dan dingen uit. Er hè? komen dingen uit. Maar misschien is het even interessant om eerst te vermelden wat de fabrikanten zeggen dat je zou kunnen rijden op een ladingstroom. In het geval van de Siel is dat 520 kilometer. Maar er is een beetje volksvlakkerij bij, beetje. maar je kan. Het rijbereik op twee verschillende manieren laten zien. Een standaardinstelling, dat is gewoon pap, de fabrieksopgave. Ja, dat is een vals spelen. Een dynamisch getal, en dat komt veel dichter bij de praktijk. Hoewel, hè, ere wie ere toekomt, dat was in ons geval 504 kilometer. Ja, dat is nou, waar. Is dicht dat is best dichtbij nee, wat ze in de folder claimen. Maar ja, dan de Tesla. Bijna 700 kilometer zou je met de vierwiel aangedreven Model 3 moeten kunnen afleggen. Nou ja, dat is dan weer niet het getal dat wij op niet de boordcomputer nee. voorbij zagen komen. Wij kwamen tot 491 stuks. Wat trouwens een hartstikke mooi getal is. Hè? Waarom wordt er dan zo overdreven, denk ik dan? Maar goed. Ja, ja, inderdaad. Uh, maar goed, begin rijden. En uh, dan kom je bij de BBD achter iets heel leuks, toch? Ja, ja dat, is iets, uh, ik weet niet, dat is iets wat die Chinezen doen. Die, uh, er zijn andere merken uit China die dit ook doen. Die geven je het gemiddelde verbruik van de laatste, laatste 50 kilometer die je hebt gereden. Dus al rij je 1000 uh, kilometer, je krijgt het verbruik van de laatste 50 kilometer van die 1000 kilometer te zien. Dat is natuurlijk super onhandig, dus wat hebben wij gedaan? We stoppen altijd een paar keer in de wissel ook van de chauffeur om het allemaal uh, eerlijk te laten verlopen en zo. we hebben dus maar elke keer een foto gemaakt uh, tijdens de tussenstop van dat scherm van die 50 kilometer. Toen hebben we vervolgens die verschillende uh, uh, getallen bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal foto's. Nou, en daar kwam een, overigens best wel mooi verbruik uit. Dat dan weer wel, namelijk, namelijk 18,6 kilowattuur per 100. Dus dat ligt behoorlijk dicht bij wat er in de folder stond. Ja, ja. De ja. afwijking bij Tesla was groter, desalniettemin. 15,4 kilowattuur per 100 kilometer over een afstand van dik 230 kilometer. Voor een vierwiel aangedreven ja, auto fantastisch. op winterbanden, want dat moeten we er wel even bij zeggen. De BYD stond al of nog op zomersloffen. <laughs> ja, sloffen ja. Um, uh, ja, en uh, Tesla is zo van zichzelf overtuigd dat deze auto, deze Model 3, die, uh, die kan genereren, Maar dat doet hij helemaal zelf, daar mag je mag je er niet mee bemoeien. Oh, hij weet het allemaal heel goed. Hij heeft standaard one pedal drive. Kan je dus niet in, aan of uitzetten of instellen. Dat is er gewoon. Maar ik moet zeggen, dat werkt wel heel erg goed. Uh, de BYD daarentegen, daar kan je wel nog wat dingetjes instellen. Maar ja, dat heeft daar weer nou net helemaal geen zin. Want ja, je laat zo'n pedaal los en er gebeurt qua regeneratie helemaal niks. Dat is eigenlijk wasseneus. neus. Zeg je Tesla, dan zeg je Autopilot. Of in ieder geval bij dit testonderdeel. Maar misschien is het handig om nog wel even te vertellen. wat je daar nou precies onder moet verstaan. Want als je puur naar die naam kijkt, dan zou je misschien kunnen denken. dat de Model 3 uit zichzelf kan rijden. Nou, dan heb je het mis. Daarvoor moet je je toevlucht zoeken tot de optielijst. en de full self-driving capability aanvinken. Doe maar. Doe maar. Het gekke is met die dienst. dat Tesla hem wel aanbiedt. maar hij werkt nog niet. Hè? Maar dat is, waarom zou je dat dan kopen? Dat kost ik, 75, 100 euro, geloof ik. Dan koop je ja. iets wat niet werkt voor zoveel geld. Dat is ja. Toch raar? Ja, en het wordt nog gekker. Want als het straks wel werkt, kun je het alsnog op je Model 3 laten installeren. Alleen kost het dan 10.000 euro. Nou ja, dat is nog raarder. <laughs> Ja, nou goed. Omdat uh, het kan, hè? Ja. Maar wat moet ik dan nu verstaan onder autopilot? Nou, alle aanvullende rijhulpsystemen die bijvoorbeeld ook op de SEAL zitten. Dus dan heb ik het over actieve rijstrookassistentie, een waarschuwing voor kruisend verkeer aan de voor- en achterzijde van de auto, dode hoekbescherming, een systeem dat voorkomt dat je iemand op een onbewaakt ogenblik van zijn fiets stikt omdat je uh, <laughs> ja. uitstapt ja. terwijl je eerst had moeten kijken en adaptieve cruise control bijvoorbeeld. Over die adaptieve cruise control, hè, daar wil ik bij de steel nog wel even wat over kwijt. Want um, daaraan kan je wel merken dat die Chinezen nog niet zo heel lang dit spelletje doen. Uh, er valt nog wel het een en ander te doen aan kalibratie, misschien een, een verfijning. Want als je op, met dat ding aanrijdt, bij die adaptieve cruise control, en je rijdt over een flinke hobbel heen, dan wil die auto soms heel even uh, versnellen. Jongen, doodeng. Ja, nou heeft de Tesla in dit vergelijk eigenlijk op alles een weerwoord, maar hier niet. Want ook de Model 3 mist op dit vlak wat verfijning. Het gaat ook weer om die adaptieve cruise control. Het is mij herhaaldelijk overkomen dat wanneer ik daarmee onderweg was, dat de Model 3 opeens ging remmen om een bocht. Ja, dat is ook niet echt fijn, hè? Maar weet je wat wel heel fijn is in de Siel? Ik heb een, een drop-down menu, drop-down. En um, dan kan ik uh, met één druk op de knop, kan ik die door Brussel opgelegde piepjes voor als je te hard rijdt, kan ik. Uitzetten. Hey. Oh, dat heb ik helemaal niet nodig, joh. Ik druk gewoon op het verkeersbord op het scherm. En klaar. Pff, het begint wel irritant te worden met die Model 3 voor jou, jongen. Alcantara bekleding Alle mogelijke kleuren-sfeerverlichting. Tesla heeft het echt gezellig gemaakt. Dat was altijd van de Model 3. Ja. ja, hè. Maar je moet nog steeds wel zien dat je aan boord komt. Want die handgrepen van die auto zijn <laughs> nog niet bepaald heel handig. Je nee. moet eerst drukken, dan trekken. En nou ja, ja maar dat is die stroomlijn, hè? Ja, die stroomlijn, ja, 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 precies. Het nou, draagt wel bij aan een uh, gunstig verbruikscijfer. Laten we het daarop houden. Uh, er zit nu ook een sierlijstje in de auto, maar dat zie je dus terug in de voorruit. Dus dat is dan weer niet zo handig. Nee. Ja, en over die richtingenwijzers dus hoeven het niet meer te hebben, toch? Ja, nee, dat weten we inderdaad nog wel. Maar weet je wat bij die sierlouwen uh, helemaal niet zo handig is? Er zit een glazen dak in, hè, in die auto. En als het nou heel warm wordt en of veel zon... Je maar, kortom, je wil dat dak eigenlijk even verblinden, of hoe noemen we dat? Verduisteren. Dan, uh, normaal, dan druk je op een knop en dan wie, Of je doet desnoods met je handen doe je wie. <laughs> maar in deze auto doe je helemaal. Er valt heb je niks te hand... wie? Nee, er valt niks te wie. Je hebt een, een gordijntje dat je handmatig, handmatig moet monteren. Ja, is ja. Is die kans. kan ze draaien, neem ik aan. Die kan het proberen, klaart het je niet aan. Dat is kansloos natuurlijk. Ja. Dus en um, ja, wat heb ik nog meer een ergernis? Nou, er is een uh, roterend scherm, dat infotainmentscherm, dat dat zit zo op en dat kan je op de knop uh, druk op de knop, druk, 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 dan doet het, staat het zo. Hartstikke leuk. Helemaal niet leuk, want als het zo staat, dan valt de helft van de gegevens valt weg achter het stuurwiel en als je dingen wil aanraken, want het is een aanraakscherm, dan de helft van de tijd. Dat doet het het niet. Maar, bedoel je dat drop-down? Drop ja, het de, de drop-down, inderdaad. Ja, <laughs> ja. ja. Um, uh, kachel, ook zo'n dingetje. Volgens mij hebben die Chinezen die hebben een andere uh, indeling van de temperatuur dan wij hier in Europa. Dus ik weet niet wat het is. Maar als je uh, wil dat het uh, in de auto voelt als 20 graden, dan moet je die kachel op 25 zetten. Man, ik heb nog steeds de natte plekken onder mijn armen. Want ja, om het dan eerlijk te vergelijken bij de verbruiksronde, moest ik in de Tesla ook de temperatuur op 25 ja. graden zetten. Kan je vertellen? Dat voelt wel degelijk als 25 graden. Ja, ja dat was heel erg grappig. Dat, dat dan maar wel. Um, uh, telefoon, Apple CarPlay. Is, geweldig, hè? Ja, ja, nee. Zit er wel op. Maar dat bedien je nog via een draadje met, jazeker, USB -A. ja, zeker USB-A. Nou. Ja, het, ik vind dit allemaal wel een beetje ouderwets. Sorry hoor. Goed. Um, het is inmiddels. Algemeen bekend. Maar ik wil toch even gezegd hebben, Tesla heeft natuurlijk allerlei ongein aan boord. Zoals een karaoke functie en een spelcomputer dat je zeg maar, bij het snelladen uh, geen idee hebt hoeveel tijd er verstrijkt. Maar ook veel zinvollere functies als een kampeermodus, je kan in de Model 3 overnachten. Of een hondenmodus, dus als het echt niet anders kan kun je je hond in de auto laten zitten. Want dan zorgt de Model 3 dat het beest niet verwelkt. Ja, dat vind het wel goed hoor. Want niet alleen de aircog gaat aan, maar dat staat er staat ook op het scherm. Mijn baasje komt zo terug. Het is 20 graden in de auto. Want anders slaan mensen er alsnog het ruitje in. Ja. En dan heb je nog niks. Het zou natuurlijk wel kunnen dat die hond een hele dikke wind laat. <laughs> en dan zou je willen dat ze hier raam hadden ingeslagen. <laughs> dus gewoon je hond maar meenemen. Lijkt ja. me voor iedereen het ja, beste. Inderdaad. Ja, even iets heel anders. Dat laden. Ja, de, de BYD Seal die laadt met maximaal 150 kilowatt. Dan denk je, nou. Prima, maar het is wel een auto met een 800 volt systeem aan boord, en dan zou je verwachten dat hij met een veel hogere snelheid zou kunnen laden. En dat geldt ook voor het teruggeven van stroom aan apparaten, hè, waar ik het eerder over had. Die apparaten moeten niet te al te veel stroom vragen, tot 3,3 kilowatt, en anders is het klaar. Ja, en dan nog wat: uh, als je op een langere rit bent die langer is dan de actieradius van de auto, hè, dan moet je dus onderweg gaan laden. Dan zal de navigatie uh, jou niet een suggestie geven waar je het best kan laden. En de Seal, voor de goede orde, die laat altijd met 150 kilowatt. Hè? Het is niet ja, zo ja. dat als je kiest voor deze vierwiel aangedreven, ja, ja. die sneller laat. Ja. Dat is bij Tesla wel zo. De achterwiel aangedreven model 3 laat met 170 kilowatt. En deze long range met 250 stuks. Kijk, dat lijkt de middel. En waar BYD je dus uh, zelf laat uitzoeken waar je gaat laden. heb je in uh, het navigatiesysteem van de Tesla natuurlijk al die handige Superchargers staan, het eigen snellaadnetwerk van Tesla, maar dat niet alleen. Tegenwoordig zetten ze ook andere aanbieders erin en nou komt het, want als je daar dan naartoe navigeert, wordt evengoed je batterijpakket voorverwarmd. Ja, hij probeert twee vingers in zijn neus te stoppen, omdat het inderdaad een uh, afgetekende overwinning is voor de Model 3, maar hij weet niet waar zijn neus gaat zitten. Ja, dat weet ik wel. Ik vind het gewoon vies. Ja, nou goed. Maar toch blijf ik van mening. Ooit zal er een auto komen, een elektrische auto die die formale Dijon Model 3 van Tesla zal verslaan. Maar ja, eerder weer eerder toekomt die BYD Seal, die is niet die auto. Nee, het was niet echt een spannende strijd voor Tesla. Wat niet wil zeggen dat de BYD een zwakke kandidaat is. Want hallo, hij levert meer vermogen, ja. een grotere batterij, je zit ruimer achterin en je krijgt meer spulletjes. Ja, maar dat is niet genoeg. Om uh, van de Tesla te winnen. Ja, ja, we hebben bijna nog nooit een opvisbeurt gezien die zo effectief is geweest. als bij deze Model 3 het geval is geweest. Bijna alle kritiekpunten zijn verdwenen. Ja, helaas samen met de richtingaanwijzers. Ja, maar goed, <laughs> laten we wel wezen. op dit moment blijft Tesla gewoon heer en meester in dit deel van de markt. En misschien ook wel het segment daaronder. Want kijk je bijvoorbeeld naar BYD, die verkopen naast de Siel ook de Dolphin. En de meerprijs van een Model 3 ten opzichte van die Dolphin is niet eens zo heel erg groot. Ja, die prijs van die Model 3 dat blijft ook wel een aandachtspuntje. Hè? Want het is allemaal heel erg leuk uh, dat die zo scherp geprijsd is. Maar uiteindelijk kan voor wat betreft de restwaarde goedkoop ook duurkoop worden. Hè? Ja, wat vinden jullie? Zou het een obstakel zijn om een Model 3 te kopen dat je niet helemaal weet wat je er later nog voor terugkrijgt? Dat lezen we graag in de reacties onder deze video. En vond je dit nou een leuke video? Dan vinden we een duimpje ook altijd erg fijn. Ja, we proberen elke week voor jullie een leuke video te maken. Uh, dus als je nog niet geabonneerd was op dit kanaal, doe dat dan snel. Dan zien we je de volgende keer weer terug. Hey, en trouwens, uh, over die neus gesproken, hè? Weet je dat ze dat een varkensneus noemen? Die, uh... Van die oude citroën? Ja, dat is leuk hè? Ja. Ja, Kijk, je... wat die klaar zo gaaf. Ja. Iedereen denkt aan die lelijke dolfijn. Maar ja, dit is een andere koek. Ja, die multiplaas, maar die GSA ook. Wanneer, wanneer zag je dat nou voor het laatst? Een DS XM en een jack. I seem to have lost my wallet in the jack. <laughs>